Nu de lente zich deze dagen voor het eerst echt van zijn beste kant laat zien, trainde Ajax donderdagochtend onder een stralende zon. Met het uitduel met Heracles in zicht benutte Frank de Boer het begin van de oefensessie om zijn spelers tot in detail te instrueren. Daarna begon Daley Sinkgraven even verderop aan een individueel programma. De middenvelder herstelt nog altijd van een blessure. En datzelfde geldt voor Arek Milik, die zich donderdag eveneens weer liet zien om apart van de groep te trainen. De spits raakte vorige week in een interland met Polen geblesseerd aan zijn knie en ligt er nog steeds een aantal weken uit. Met zijn fitte spelers probeerde de Boer ondertussen het spel van zijn ploeg naar een hoger niveau te krijgen. Daarvoor lag het tempo bij sommige oefeningen zeer hoog. Dit tot tevredenheid van de trainer, die nog wel regelmatig het woord nam om de puntjes op de i te zetten. Na anderhalf uur besloot een aantal spelers van het zonnetje te gaan genieten. Maar voor een klein groepje aanvallers was de training nog niet voorbij. Onder leiding van Dennis Bergkamp werd er afgewerkt op doel en dat leverde enkele fraaie treffers op. Victor Fischer bijvoorbeeld had zijn vizier als vanouds op scherp staan en dat wilde de Deen weten ook. Even later demonstreerde ook Anwar El Ghazi zijn klasse met deze streep. Maar de prijs voor de mooiste poging ging naar Lasse Schöne. Helaas voor de Deen leverde dit schot met buitenkant rechts geen doelpunt op.